Dag dames en heren, daar ben ik zoals elke week weer met een nieuw vinyl bulletin. En deze week ga ik de vinyl releases doornemen van 5 april 2024. Zit mooie dingen bij. Maar eerst wil ik het hebben over 20 april 2024. Dan is het namelijk Record Store Day, dat is over 2 weken al en daar heb ik heel veel zin in. Komen weer heel veel mooie exclusieve releases op die dag uit. Ik kan al een beetje zien wat er voor me klaar staat, tenminste een deel ervan. Er komen echt hele mooie dingen binnen. Die dag openen we gewoon om 10 uur 's morgens en kom op tijd, want er staat altijd wel een wachtrijtje. En het gaat op first comes first served, of in beter Nederlands wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus je krijgt een nummertje bij aankomst en dan laten we de mensen op volgorde binnen en dan kun je lekker door die bakken snuffelen. Dus kom op tijd. Die dag hebben we overigens ook een, laat ik het noemen, een Record Store Day After Party. Vanaf 4:00 'smiddags hebben we live muziek. 2 in-stores, hartstikke leuke artiesten. Rosa Spruit, leuke singer-songwriter. En daarna de band Voltage. Die komen hier lekker een akoestisch setje spelen. Wordt hartstikke gezellig. Ik schenk er misschien wel een biertje bij. Kan ik me zo voorstellen. Dan krijg ik ook over Record Store Day nog de vraag wanneer die releases, de overgebleven releases, dan online komen. Dat is wereldwijd een vast tijdstip. Dat is maandagavond om 9 uur. Dan mogen alle releases online verkocht worden. Dus mocht je niet in de gelegenheid geweest zijn om de 20e langs te komen, kun je 22 april, maandagavond, vanaf 9 uur. Dus online shoppen de overgebleven Record Store Day items. Hartstikke mooi. Pre-orders heb ik ook nog. Deze week zijn er niet heel veel nieuwe dingen aangekondigd. Viel me op. Wel een paar reissues. Bijvoorbeeld De Dijk, Nooit Genoeg. Plaat uit begin jaren 90. Die komt volgens mij voor het eerst op vinyl uit. En verder zie ik hier de speciale editie van Olivia Rodrigo, Guts. Nog een paar andere heruitgaven, reissues, special editions. Kijk daarvoor op mijn site onder het kopje pre-orders. Maar wat veel belangrijker is, de releases van deze week. Komen ze! Ja, en dan zitten deze week, zoals we hier in Aalen zeggen, verrekkersskonne platen tussen. Bijvoorbeeld een nieuwe plaat van de Black Keys. Jazeker. Ohio Players. En dat is een hele veelzijdige plaat. Ze gooit een beetje van een andere boeg. Heel erg dansbaar, sowieso. Ze gebruikt als inspiratie de dansavonden die ze samen organiseerden. Daar op die avonden draaiden ze allerlei obscure soul-singeltjes. Heel dansbare dingen. Daarbij traden ze dus op als DJ's. En dat was de inspiratie voor deze plaat. Dus verwacht veel dansbare nummers. Veel speciale gasten ook. Bijvoorbeeld Noel Gallagher van Weile Oasis. Die speelt een paar gitaarsolo's. Beck doet mee. Die heeft veel nummers meegeschreven. En die speelt ook een paar nummers mee. Hartstikke leuk. Heel veel invloeden dus. Soul, R&B... blues, zoals we van ze gewend zijn. Britpop dus. En ook hiphop. Er wordt op gehiphopt op deze plaats. Nieuw Black Keys. Ohio Players. Hartstikke leuk. Ik heb hem op rood vinyl gelimiteerd. En zwart vinyl. Mooi. Ook uit Amerika. Krangbin. Die hebben een nieuwe plaat. A La Salah. Voor de mensen die Krangbin niet kennen. Hun bandnaam Krangbin betekent in het Thais vliegtuig. En dat staat symbool voor alle invloeden van over de hele wereld die ze hebben. En dat hoor je op deze plaat. Het is lekker funky, mellow, veel instrumentaal. Hartstikke leuk. Krangbin à la Salah. Die heb ik ook in 2 versies. Deze mooie die-cut sleeve met het venstertje uitgesneden. Op sunburst vinyl. Ziet er heel mooi uit. Kijk eens op mijn site hoe dat eruit ziet. En ik heb de gewone zwart vinyl versie. Top! Een nieuwe plaat van Marcus King. Ook zo iemand die het een beetje over een andere boeg gooit. Die staat natuurlijk bekend om zijn dikke bluesrock. Op deze plaat is het wat soul volgt. Heel veel soul. En deze plaat is geproduceerd door niemand minder dan Rick Rubin. Heel erg mooi. Luistertipje van deze plaat. Delilah bijvoorbeeld. Staat in de Bob's Vinyl playlist op Spotify. Volg die playlist. Hartstikke leuk. Daar plaats ik elke week luistertipjes van alle nieuwe releases op. Dus kun je een beetje op de hoogte blijven. Een nieuwe plaat uit Nederland. Stef Bos, Blauwdruk. Die had eigenlijk bij zijn laatste theatertour. Die was hiervoor ook alleen bij zijn theatertour verkrijgbaar. Maar nu is die tour afgelopen, denk ik. En is hij ook
algemeen verkrijgbaar. Nieuwe plaat van Stef Bos. Een leuke tip voor de old country liefhebbers. The Pernis Brothers, Who Will You Believe? Hele lekkere plaat. Band uit Massachusetts. En dan hebben wij tot slot van de nieuwe releases een hele mooie nieuwe plaat van Conan Gray. Grote popster, begonnen op YouTube. Daar speelde hij allemaal covertjes, maar tegenwoordig maakt hij eigen werk. Hartstikke goede popplaten. Conan Gray, Found Heaven heet deze. Dan is er nog één nieuwe release die ik nog binnen moet krijgen. Dat is namelijk de nieuwe plaat van Vampire Weekend. En die komt later vandaag uit. Ook van de heruitgave heb ik nog niet alles binnen. Ik verwacht nog de dubbelverzamelaar van No Doubt. Alle hits van No Doubt verzameld op een 2LP. Die is wat vertraagd. Ik denk dat ik hem begin volgende week binnen krijg. Mensen die hem gepreorderd hebben, wacht dus even af. Heb nog even geduld. Hij komt er vast snel aan. Abba, Waterloo. Hun debuutplaat opnieuw uitgebracht op dubbel LP. Geremasterd at Abbey Road, half speed mastered zelfs. Hartstikke mooi. Met Waterloo erop en Honey Honey. Dat zijn de grote hits van die plaat. En die zijn dan ook opnieuw als single verschenen. Als picture disc single zelfs. Dus Waterloo in de Engelstalige versie en de Zweedstalige versie. En de single Honey Honey ook als picture disc. Hartstikke leuk. Garbage, Bleed Like Me, een album uit 2005. Opnieuw uitgebracht. Mooi. Niall Horan, grote popster. Zijn album The Show was een groot succes. En wat ze dan vaak doen, is er een speciale editie van uitbrengen. Zeker. Dit is dus een dubbel LP versie met allerlei extra tracks. Ik zie hier The Show samen met John Legend bijvoorbeeld. Wat Spotify studio sessies. Nou, leuk. The Show van Niall Horan op Ruby and 10 Vinyl. Ook een mooie heruitgave van Thin Lizzy, Shades of a Blue Orphanage. We hebben Nemi Sisters van Babes in Toyland op Music on Vinyl. Daar zijn er 750 van gemaakt. En die is op paars vinyl. Dan hebben wij op blauw vinyl Garage Incorporated van Metallica. Garage Inc. Dat is een driedubbelaar. Ja, er zijn meer platen van hun de laatste maanden op gekleurd vinyl uitgebracht. Er hangt wel een fors prijskaartje aan, kan ik erbij aantekenen. Daar schrik ik steeds van die Metallica reissues. Maar mag de pret niet drukken. Voor de echte fans, Garage Inc. op blauw vinyl. Dan hebben wij nog Days of the New, The Red Album, hun derde album. Hun eerste twee zijn ook nog verkrijgbaar bij ons. Hartstikke leuk. Een dubbel LP. Akoestische grunge uit de jaren 90. Ik vond het hartstikke leuk. Deze is trouwens uit 2001, niet uit de jaren 90 pop. Dan rest nog de vraag die ik jullie hoor stellen. Heb je dan geen jazz binnengekregen, Bob? Zeker wel. En twee hele mooie tips. Ik begin met Melissa Aldana. Zij is geboren in Chili. Woont tegenwoordig in New York. En zij is saxofoniste. En zij heeft een super mooie sound. Heel erg zacht. Fluweel, laat ik het zo noemen. En dit is echt een hele mooie plaat. Echoes of the Inner Prophet heet die. Heel erg mooi. Luister eens de track Ritual bijvoorbeeld. Bloedje mooi. Ook de rest van de band klinkt geweldig. Er zit een gitarist bij. Die heeft ook zo'n hele mooie, lichte, fluwele klank. Heel erg mooi. Melissa Aldana. Echt een jazz top tip. En dan uit Nederland. De band Brut. Hebben een nieuwe plaat. Machine heet die. Staat onder andere een cover op van Nirvana. Ga er maar aan staan. In Bloom hebben ze gedaan. Maar verder allemaal eigen tracks. Heel leuke plaat van Brut. Ze hebben een nieuwe bassist en ook een beetje een nieuwe sound. Vond het erg lekker. Brut op Limited Colored Vinyl. Mensen, dat was hij voor deze week. Maak je klaar voor Record Store Day zou ik zeggen. En kom gezellig shoppen in onze winkel in Aderiksel of online. Bobsvinyl.nl, daar zijn al deze titels verkrijgbaar. Volg de link
onder deze video voor al deze nieuwe titels van deze week. Trouwens ook nog een leuk Now Playing standaardje zie ik nou. Kijk, kan je je plaats zo inzetten? Een lampje aandoen. Ook vrijwel op de site. En in de winkel. Tof. Mensen, tot volgende week. Dag.